Hoi, in deze podcast gaan we het hebben over borderline personality disorder. En daarbij kunnen ook onderwerpen aan bod komen over zelfbeschadiging, zelfhaat, eetstoornis, verstoord lichaamsbeeld en overdosis. Dus mocht je daar niet zo goed tegen kunnen, zet deze er even uit en kijk even mijn andere video's. En ja... Laten we maar beginnen. Welkom bij weer een nieuw gesprek tussen Ro en mij over waar we toch wel inhaken op het vorige gesprek over haar eetstoornis. We gaan dit gesprek hebben over haar BPD. Ja. En dan wil ik gelijk inhaken op de eerste vraag, want ik ging even googlen. Ik ben natuurlijk een leek op dat vlak. Toen ik BPD intypte, kreeg ik een bouwbedrijf. Kan jij uitleggen wat BPD voor jou betekent? Ja, heel veel spijkers, heel veel haken. Nee. ja, we hadden het vorige keer natuurlijk over mijn eetstoornis. En ja, ik zal dan eerst even uitleggen. Ja, waar staat BPD nou voor? Is het een van de Koreaanse boyband, net zoals BTS? Nee. Nee, BPD staat voor Borderline Personality Disorder. En dat heeft ja, voor sommige mensen ook een relatie met een eetstoornis. Maar ja, ik heb dus borderline... Ja. Ja, maar wat betekent dat voor jou? Wat zijn de bekomstigheden van BPD voor jou? Ja, borderline personality disorder. De naam zegt het al. Je zit eigenlijk... Je hebt moeite met stemmingsregulatie. Ja. En als je dan in een mental breakdown zit voor mij... dan zit je een beetje op de borderline van... gewoon losing all your shit, pretty much. Dat je alles gewoon... ja, de controle kwijtraakt. En... ja, soms kan borderline ook leuk zijn. Dat is heel raar. Maar als ik dan in een positieve stemmingsinstelling zit... die ook wel eens kan voorkomen... dan ben ik heel impulsief, heel druk, heel blij. En dan kan het soms ook wat veel worden voor mensen. Dat ik dan zo druk ben en zo blij ben. Dan denk ik van... oh, kijk me leuk. Kom, doe dat. Maar dat is dus ook een stemmingsinstelling. Dus ja. Als ik het goed begrijp, je kan heel erg lang in bepaalde emoties blijven hangen. Of bepaalde emoties worden heel erg uitvergroot. Ja, het is eigenlijk net zoals een achtbaan. Up, down, up, down, up, down. En als je dan heel hoog zit, dan zit je heel erg vol in je positieve emoties. Maar dan daalt het weer, dan crash je eigenlijk. En dan zit je weer juist aan de hele negatieve kant ervan. Dus ja. Oké. Ik zag ook dat een toch een bijkomstigheid ervan is een negatief zelfbeeld. En nu heb jij, je had in de vorige podcast verteld dat je al toch wel 8 jaar last hebt. Of ja, 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 8 jaar. Is jouw zelfbeeld veranderd in die 8 jaar? Als jij nu in de spiegel gaat staan, zegt je hoofd nog steeds hetzelfde als 8 jaar geleden toen je werd gediagnosticeerd met BPD? Nee, ik werd pas dit jaar gediagnosticeerd. Die eetstoornis is wel nog steeds gaande, helaas. Spinnenkaas. Maar mijn zelfbeeld is eigenlijk alleen verergerd. En nog steeds, dat toch weer terug te haken op die eetstoornis. Want dat heeft toch wel een connectie met mijn borderline. Want ik ben juist echt heel erg een perfectionist als het gaat om mezelf. En als ik juist, met borderline is ook zo. Borderlines willen graag... of in ieder geval hoe ik het ervaar, want iedereen is anders. Iedereen is anders. Ik wil graag controle hebben. Als ik geen controle heb, dan voel ik juist dat ik alles kwijtraak. En dan denk ik heel vaak snel van, ik wil dood. Ik wil het allemaal niet meer, Wat ga ik doen, wat moet ik doen? Alles dat soort dingen, dat gaat dan continu door je hoofd en dan breek je. En dat is heel erg vermoeiend. Maar daardoor voelt het ook mijn eetstoornis heel erg. Omdat ik juist dan controle wil hebben. Dan denk ik, oké, maar dan kan ik controle hebben over mijn gewicht. Wat we eigenlijk voornamelijk in de vorige podcast hebben besproken over de eetstoornis. Nee, maar dus mijn borderline heeft wel echt effect op mijn eetstoornis. Gewoon puur om controle te hebben. Oké. En dat is voor elke borderline natuurlijk anders. Maar voor mij doe ik er zo op die manier. En het komt best wel vaak voor. En nogmaals, om het even te benadrukken. Als jij borderline hebt en je zit te luisteren. En je denkt, nou, dit klopt helemaal niet aan mij. Dat hoeft ook niet, want het is een heel wijd spectrum. Dus ja. Hoe ga jij dan om met oprechte complimenten van anderen?
ik vind het vaak lastig te accepteren eigenlijk. Omdat ik denk, ja, dat stemmetje in mijn hoofd, dat komt dan weer bij die body dysmorphia, die age stories. Dan denk ik van, ja, maar dat kan niet. Ik zeg dan wel, oh, dankjewel. Maar ik geloof het niet echt. Oh, ik denk, ja, zo vast er wat achter zit of zo. Ja. Oh, en als ik jou nu dan zou vragen van, kan jij 3 positieve dingen opnoemen over jezelf? Ik kan heel eerlijk zijn. Ik heb een heel klein hartje, maar het hartje is wel van goud. Derde ding. Zo moet ik echt even nadenken. Geef mij weer tijd om vragen te bedenken. Ik heb me niet voorbereid. Als ik, ja, met vrienden kan ik het knopje wel een beetje uitzetten, zeg maar. Want ik heb ook geen relatie door mijn borderline. Daar heb ik zelf voor gekozen. Dat ik andere mensen juist er niet mee wil beknellen. Of ja, lastig vallen eigenlijk. Maar misschien kan ik dat uitzetten. En dan ben ik ook, naar mijn mening, wel een prima vriend, denk ik. Ja. Dus dat, denk ik, ja. Ik zag ook dat een van de bijkomstigheden van de angst van verwaarlozing is. Geniet jij om die reden meer van dingen doen met vrienden? Ja, omdat ja, door mijn borderline heb ik toch wel de angst van, ik blijf alleen qua relatie en dat wil ik ook niet. Maar het is geen andere keuze. Je kan het gewoon opzoeken. Het staat letterlijk online bewezen van mensen met borderline. Als je daarmee in een relatie zit, pas alsjeblieft op jezelf. Want je gaat er toch op een of andere manier toch wel kapot aan. En dat gebeurde ook bij mijn ex-partner. En ik dacht, weet je, van, ik wil dat niet. Ik wil niemand dit aandoen. Dus daarom dat ik graag dingen doe met vrienden. Ik ga graag naar buiten. Ik doe graag leuke, impulsieve dingen. Maar dat geeft toch ook een beetje afleiding. Omdat ik me toch wel vaak op een manier wel alleen voel of zo. Je hebt natuurlijk een pestverleden gehad. En dus als stel je voor, je was nooit gepest. Ja. Hoe zou jouw leven er dan uitgezien hebben, denk je? Ja, ik denk misschien wel geen eetstoornis. Misschien wel geen zelfhaat of minder zelfhaat. Als ik daar dan bij stilsta en kijk dan naar die foto's van mij vroeger, denk ik echt van, ik was maar een kind, weet je. Like, ik wist niet beter. En dat ene jaartje pesten heeft zoveel schade aangericht, waar ik tot de dag van vandaag nog steeds heel erg mee zit. Heeft het jouw verleden jou sterker of zwakker gemaakt als mens? Sterker. Sterker? Ja. Want het heeft mij ook geleerd van, je moet mensen accepteren zoals ze zijn. Mm-hmm. En geen mensen buitensluiten. Je moet geen vooroordeling hebben. Ik bedoel, iedereen heeft natuurlijk een vooroordeling over iemand. Maar je moet niet iemand daar op de basis daarvan gaan judgen. Stel je voor, ik zet een advertentie op Google en ik nodig al die mensen uit om hier in dit kleine podcastruimtetje naast elkaar te staan. Wat zou je tegen al die mensen willen zeggen? Wat ze mij hebben aangericht. En dat ze zich niet mogen schamen. Dat ik hoop dat ze nu wel ook wel anders zijn en verder zijn hun leven, dat ze op het punt zijn dat ze volwassener zijn. Maar dat toch wel heel veel heeft aangericht. En dat, ja, heel veel dingen ook wel hun schuld zijn. Want als het niet was gepest, als ik gewoon werd geaccepteerd zoals ik ben, dan had ik sowieso minder kans gekregen op de klachten te hebben waar ik nu mee deal, zeg maar. Nee, maar ja, wat ook wel een leuk, quote-unquote, het is niet echt leuk, maar een sneu weetje is dat mensen met borderline, vaak als je euthanasie wil aanvragen, dan duurt die aanvraag heel erg lang. En dan, ja, dan moet je door heel veel onderzoeken gaan. Maar mensen met borderline, als je dan gewoon vraagt van, ik heb borderline, ik wil euthanasie, prima, dan wordt het gewoon gedaan. Okay. Dus je krijgt dan een beetje een VIP-pas in die rij. De fast pass. Als jij in een daling zit, in die emotionele achtbaan, ja. Wat haalt jij uit die daling? Wat motiveert jou om toch wel verder te gaan en niet op te geven? Nou ja, ik wil mijn moeder niet achterlaten. Vind ik lief. Dat is alles. Mijn moeder strookt zelf ook erg met depressie en zo. En mijn vader had het perfectionisme, narcissisme, borderline, dat soort dingen. Dus ik had de beste both worlds, weet je. ik heb wel een keer geprobeerd om... Ik heb wel eens een overdosis gedaan, maar er gebeurde toen niks, maar toch... Overdosis van wat? Antidepressiva. Oh joh. En alsof niks is trouwens. What the fuck, man. Dat is
Nee, maar toen... mijn psychologen waren toen heel geschrokken. En toen mocht ik een hele tijd geen medicatie meer. En het is pas dit jaar dat ik weer ben begonnen met medicatie in juli. En die medicatie, waar ik aan zit, is Seroquel. En dat helpt een beetje met het filteren van mijn stemmingen en hoe dingen binnenkomen en overprikkelingen en zo. Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal weg is. Want af en toe zit ik nog steeds zo'n... Ja, heb ik nog steeds gewoon zo'n mental breakdown. En het is dan niet even huilen en denken... Oh, ik voel me impulsief, ik ga mijn haar knippen. Wat ik ook wel eens heb gedaan, maar... Nee, maar dat is dan toch wel echt van... Omdat ik dan zo die controle uit zicht heb... Dan denk ik echt van, fuck, ik wil dood. Ik, wat heb ik hier nog te zoeken? Waarom ben ik hier? Dat soort dingen. Dus ja. En toch wel, dat is toch wel de grootste leugen die je ooit over jou... ik wil niet aandoening zeggen, want dat vind ik zo lullig klinken. Maar mentale gesteldheid. Ja. Ja, ze hebben zoveel fabels. Maar er zit ook toch wel een stukje waarheid in. Bepaalde borderliners kunnen heel gevaarlijk zijn. Als je dan op nieuws kijkt van diegene is een school shooter... Dan wordt er ook vaak bij gezegd, diegene had last van borderline of weet ik. Ja, een fabel vind ik over het algemeen wel eens dat borderliners gevaarlijk zijn. Terwijl ik vind mezelf geen gevaar voor de mensheid. En sommige mensen met hele zware borderline, die dan ook helemaal gek worden en doordraaien letterlijk. Dat is een ander verhaal, maar bij heel veel borderliners is het echt niet zo dat ze een gevaar voor je zijn. Ik heb in mijn hele leven maar 4 of 5 woedeavonden gehad of zo. Ja, en dan werd ik wel agressief. Maar dan moet je ook echt wel over mijn lijntje heen gaan. Dus ja. Is daar heel veel voor nodig, denk je? Jawel, dan moet je wel echt pijn doen. Shit, man. Of mensen waarvan ik hou, of mensen om wie ik geef. Dan moet je daar echt wel wat pijnlijks over zeggen. Dan denk ik van, hey. Nee, maar ik denk dat ook vooral belangrijk is. Blijf met elkaar gewoon praten. Toon begrip voor elkaar. Ja. Want zonder die begrip leer je ook niet inleven in een ander persoon. Ja, eigenlijk. En wat eigenlijk ook wel helpt is voor mij afleiding. Als ik dan echt in zo'n fucking... In die mental breakdown zit, heb ik echt gewoon letterlijk iets nodig van mij er zo... Like, snap me out of it. Dus ja, dat kan ook helpen. Stel, iemand zegt er gewoon van, gaat het? En ik zeg, nee, ik voel me zo en zo. En diegene zegt, nou, zullen we een drankje doen? Dan denk ik, oké. Want dan heb ik weer iets om naar uit te kijken. En dat is ook een reden waarom ik eigenlijk heel veel geld door mijn hand laat vallen. Ik heb gewoon echt een gat in mijn hand. Want dan heb ik weer iets om naar uit te kijken of zo. Dat is ook een beetje sneu, maar ja. Dit was toch het einde van ons gesprek over haar borderline personality disorder. Het was dus geen bouwbedrijf. Nee. En we zien jullie graag bij een volgend gesprek tussen ons.